Hallo mensen. Zijn we weer? Wij zijn terug. Uiteindelijk, nadat ik opnieuw ben opgeblazen door een creeper hier, zijn we weer terug. Ik heb mijn gat gevonden. Ik val erin. Auw. Nu ga ik zoeken welk gangetje nam ik. Deze, denk ik. Moet ik even heel snel, zo snel mogelijk eigenlijk. Oh, dit is niet de goede plek. Zo snel mogelijk even mijn spullen terugvinden. Zonder dat ik alles kwijt ben. Wacht. Ik denk dat ik hierheen ging. Nee, nee. Waar ging ik nou heen dan? Oké, het zal wel hier zijn. Dus ik vond de vorige episode diamonds. Wat we niet mogen gebruiken, maar... Hoezo de vorige episode? Het is dezelfde nog, alleen ik crashte. Oh ja, sorry. Sorry mensen. Ik crashte. Daardoor kwam het. Daardoor kwam mijn domheid dat ik dacht dat het de vorige episode was. Oh nee, een skeleton. Oh. Nope. Think it. Het is stil. Ik ben bijna dood. Oh nee, ik ga dood. Het is te stil. Oh Willem, zeg wat. Twee skeletons man. Ik wil gewoon mijn spullen terug. Ik moet gewoon wegrennen als ik mijn spullen heb. Val. Auw. Auw alweer. Ik weet dat ik hier ook damage van krijg, maar ik hoop niet dat ik dood ga. Nou, raar zijn ze niet. Ze zijn irritant. Nu schieten ze echt heel goed. Hoe ver kan ik op plaatsen? Ja. Minder fall damage. Alsnog wel wat. Maar zoeken. Weer zoeken naar mijn spullen. Eentje met een boog. Dan moet ik heel voorzichtig om ik terug proberen te komen. Dit wordt echt een fail episode. Oh. Hopen dat de skeletons nu gedespawned zijn. Ik zie wel een zombie. Hallo zombie. Hij heeft me gezien volgens mij. Dus nu moet ik even gravel droppen eigenlijk. Gravel. De enige keer dat gravel goed komt, hè, als je ergens naar beneden wil waar je al bent geweest. Dit moet ik even heel tactisch aanpakken nu, anders ga ik direct weer dood. Waar was het? Daar. Denk ik. Twee zombies en een skeleton. Ja, daar ga je niet langs komen. En lava. Nee, skeleton. Foei, skeleton. Nee, dat doe je niet, skeleton. Ik probeer slim te zijn en gravel op om te droppen, maar hij komt niet dichtbij genoeg. Hallo. Ah, shit. Nu ben ik dood. Ja, ik ben dood. Ik ben zo dood. Spring. Ja, daar is mijn stuff. Ik heb het. Steen pickaxe pakken. Nu mag ik echt rennen voor mijn leven. Ga weg. Is dood, is dood, is dood. Ren. Nee. Skeletons. Auw. Auw, 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 auw. Omhoog, omhoog, omhoog. Nee, 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 nee. Ah, ik wil dit filmpje echt bekijken, joh. Nee! Ik wil echt weten wat daar aan de hand is. Willem denk ik ook wel. Nou, ik heb geen zwaard. En ik moet tegen tienduizenden skeletons vechten die allemaal op me afcharge. Oké. Gezellig. Dat is in het kort wat er gebeurt.
gravel. Ik weet, nu ligt mijn stuff tenminste wel dichterbij. Maar die skeleton die wil gewoon niet dood, man. Hoe vaak ik hem ook map. Oké. Auw. Ik ben gravel nodig en dat wou ik dus op de monsters droppen, maar het wou niet. Auw, waarom word ik daardoor geheerd? Nee, creeper. Hallo, creeper. Meneer. Mag ik er langs? Ik ben zo weer dood, jongens. Ik ga hem proberen te laten ontploffen. Ja, lekker. Water. Oh, water. Hallo? Iemand hier? Kom, zombies! Ja, ik zie mijn stuff, maar... Ik ren nu gewoon voor mijn leven. Lol. Die zombie die lijkt, man. Ik kan hem hitten. Oké, nu kan ik hem hitten. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Nog één, nee. Kan je mij ook horen spammen? Ja. Sorry, ik probeer ze te slaan. Ja, ik hoor het. We zijn gewoon niet dood. Oké, nu rennen voor mijn leven. Ja, spring. Ja, spring. Glas. Ja, spring. Ja, spring. En oh. Hier ben je omhoog. Snel. Het boeit me niet dat ik heel veel achterlaat. Ik heb mijn stuff te messen terug. Ah, ik heb mijn iron niet terug. Appa. Oké, ik moet even een andere weg zoeken om iron te vinden waar niet zoveel zombies zijn. Of ik maak mezelf een zwaard, maar dat is dan ook een houten zwaard. En daar heb je ook niet zo super veel aan eigenlijk. Hup, 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 denk ik. Maak ik een stenen pickaxe. En een houten zwaard, want stenen zwaard mag niet. Hup, laten we maar gaan zoeken. Oh, wacht, ik wil neem een workbench mee. Hé, hey, hier kwam ik weg, oké. Weet ik dat ook weer? Wie is dat nou weer? Dat is niet bij mij, dat is bij jou. Dat was Stefan. Wat is dat je broertje? Yep. Ah, mijn iron en zo ligt in de lava. Au. Ik wil niet geheerd worden bij een zombie. Wat pakt ik net op? Volgens mij meer steen. Oh, wel een zombie. Oké, hij is dood, hij is dood, hij is dood. Rustig. Ik zag nog meer iron. Er is hier overal lava, man. Oeh, daar moet ik niet heen gaan. Dan maar deze zombie vechten om dit iron niet te pakken. Ah, hij is dood. Hoe maak je een zo'n hekdeur? Twee sticks naast elkaar. En aan de zijkant een sticks. En in het midden twee wood. Planken. Sorry Willem. Heb ik nog kool? Nee, ik ben mijn kool ook kwijtgeraakt. Nu klik ik toch niet meer zo vaak achter elkaar. Dat komt gewoon dat er twee zombies liepen en die wou ik graag dood hebben. En ik had alleen maar een vuist. En mijn vuist was niet zo sterk. Mm. Ik kan hem niet gewoon heel hard op zijn gezicht slaan en dan gaat hij niet automatisch dood. Duurt eventjes. Realistisch hoor. Zo, ik heb ook weer een beetje kool. Ja, dit kan ik niet pakken, jammer genoeg. Nou, ik hoef geen redstone. En dat mag ook helemaal niet. Ik zal hier eens een torch plaatsen. Enderman. Ik kijk niet naar jou. Ik kijk niet naar jou. Doei. Nee! Ik viel bijna in het lava. Nee, heb ik niet. Hij heeft wel de iron voor een schaar.
Ik zie gewoon twee diamond hier. Waarom? Ik ben bang voor die ding, joh. Hoeveel zullen het zijn? Ik ga kijken hoeveel diamond het eigenlijk is. Mijn stuff lijkt niet verbrand te zijn, maar ik weet bijna wel zeker dat als het in het lava valt het weg is. Oh, dat is ook nog gevaarlijke diamond ook. Het diamond ligt op het lava. Nou, dat is één blokje. Ik hoor van alles. Wauw. Dat kan ik waarschijnlijk niet meer oppakken, maar... Heel rustig. Ik zoek gewoon nog ietsjes meer iron, want ik ben nou... Ik heb er nou nog maar 3. Nadat ik 10 keer dood ben gegaan. Dit lijkt me een gevaarlijk stukje. In singleplayer is dit nog wel makkelijk te doen zo, maar... Creeper! Waarom keren ze niet meer om als je een enemy hit, zeg maar? Humbel. Hallo. Nee, niet ontploffen. Hij deed het toch. Hij leeft ook nog, die skeleton. Zombievlees. Ik weet niet of je dat van mag. Hoe heet het eigenlijk? Bedorven vlees. Wauw. Cool. Hoe lang heb ik nog? 15 seconden. Oké, okay, heel rustig. Om het hoekje. Daar is de skeleton. Zo, die is dood. Heel mooi, even alle stenen pakken dat ze creeper opblazen. Yes, ik heb nog weer wat meer iron. Want ik ben zelf wel meer als 1 schaar nodig, want je bent voor... Als je een heel dak wil van liefst, dan duurt het wel even. Hallo, en dan moeten we het hier ook... ophouden, denk ik. Episode ja, eind. Ik wacht even. Ik ga nog even naar boven als dat mij lukt, zonder dood te gaan. Er zit een zombie in jouw huis, Kevin. Gezellig. De bovenop, of? Gewoon in je huis. Ik heb niet eens een dak. Daarom, nou, dat is waarschijnlijk de reden waarom. Op de grond, dan. Maar waar kwam ik ook alweer weg? Ik denk gewoon hier. Dat weet ik niet. Ja, ik denk gewoon hier. Hier heb ik wel torches geplaatst. Fakkels. Heel mooi, hier ben je omhoog. Ik hoor wel een zombie, ja. Rustig. Hey, hoe heb ik dat gemist? Nog meer iron. Ik weet dat deze episode nou een beetje lang wordt. Maar... Ach, stuk toch. Ja. Het duurt alleen wat langer, hè, voor mij. Om te uploaden. Yep. Hey, nog meer iron. Ik ga niks achterlaten, want als ik wat achterlaat, dan ben ik ze later nodig en dan heb ik het niet. Nog meer iron. Torches. Ach, die zombie die gaat vanzelf weg als het dag is. Ja. Hup, nog weer 2 iron. Oh, 4 zelfs. Nou Willem, ik heb wel genoeg hoor. Ik heb 23 iron. Oh. Maar waar ging ik omhoog? Nog meer iron daar. Man. Spring. Ja. Oké, ik ga hier wel staan zo. Steven al het steen erom weghalen.